Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een splinternieuwe aflevering van Het Dorp In. Ja, zoals je om me heen ziet staan wij op het kleine zeetje wat helemaal bevroren is. En ja, vandaag gaan we weer voor jullie het dorp in om te kijken of die Spakenburgers nog een beetje winterpret hebben deze tijd. Klopt, man. Geniet u nog een beetje van het winterweer? Ja, geweldig. Ah, heeft het u goed ingepakt, zo te zien, met handschoenen? Ja, dat moet wel, hè, met deze temperatuur. Dat was zeker even een tijdje geleden dat je het kunnen schaatsen. Ja, dat is wel even geleden, ja. Wanneer was voor jou voor het laatst? Oh, dat kan maar zo... Ik denk meer dan 10 jaar geleden. Zo, 10 jaar geleden? Ja. Maar ook nooit tussendoor op een indoor baan of iets? Nee. Maar ja, hoe kom je dan aan die schaatsen? Want dat is toch moeilijk om aan te krijgen de laatste tijd. Is dat zo? Ja, die heb ik al sinds 1996. Oh, dus je hebt er gewoon uit zolder gehaald. Ja. Nou, hoop dat ze nou een beetje heel blijven. Ja, ja, zo vaak worden ze niet gebruikt, hè. Dat ze niet uit elkaar vallen in ieder geval. Ja. Is het een beetje stevig hier, hoor, of niet? Ja, krak een beetje. Ga je gewoon staan? Maar geniet jij een beetje van het winterweer? Ja, prima. Ik vind het best. Lekker koud. Maar ben je een beetje aan het scholletje wippen of zoiets? Of nee, ja, ik ben een beetje voorzichtig, dat ik er niet doorheen zak. Ja, want je hebt de schaatsen thuis gelaten, zo te zien? Ja, ik heb geen schaatsen. Oh, en niet even ergens last minute op de kop kunnen tikken? Nee, dat is veel te moeilijk, joh. Vind je dat het... ijs is volgende week weg. Waarom? Van het weekend al, zeggen ze misschien. Ja. Dus jij houdt het lekker met schooltje wippen. Even voelen, ja. Eens even voelen, hoor. Dit gaat niet goed komen, nee. Dus... Durven jullie nog wel het ijs op? In het item kan natuurlijk een poging op het ijs niet ontbreken. Het is de eerste keer voor mij ook, trouwens. Dus we gaan het riskeren. Het voelt hier nog wel stevig aan, moet ik zo zeggen. Kijk eens. Die doen het toch voor. Heerlijke wintergevoel. Dat zag er heel soepel uit, jochies. Dat was ook heel soepel. Lang geleden op het ijs geweest, zeker, dat het nog niet zo soepel gaat. Ik ben nog nooit op het ijs geweest. Eerste keer op het ijs? Ja. En voor jou? Ook. Ja, en wat vinden jullie ervan? Leuk. Ja, en wat vind je er zo leuk aan? Dat ze kunnen schaatsen. Ja, en kun je het verder wel een beetje goed? Want ja, nu zien jullie natuurlijk op je snuffert gaan, maar... Ja. Kunnen jullie een mooi rondje schaatsen? Ik niet. Ik... Jongens, dat ziet er soepel uit. Zijn jullie lekker aan het schaatsen hier? Ja. En wat vinden jullie van het winterweer? Ik vind het wel mooi. Ik vind dat wel mooi in Nederland. Op zich. Het hoort erbij. Ja. Want je hebt de schaats lang niet kunnen gebruiken de afgelopen jaren natuurlijk. Nee, een paar jaar hebben we niet kunnen gebruiken, maar nu maken we er weer gebruik van. En kooi nog een beetje? Of ben je vaak op je snuffert gegaan vandaag? Nou, daar gaan we niet over hebben. Ik denk niet dat ik het heel goed kan. Oh, blauwe plekken of dat nee, nog dat niet? Dat nog niet, dat moet nog komen. Top. Mevrouw, geniet u nog een beetje van het winterweer? Ja hoor. Ja, lekker aan het schaatsen? Ja, heerlijk. Heb je lekker de kids meegenomen, zo te zien? Ja, dat heb ik zin in. Wanneer was eigenlijk voor het laatst dat je voor ooit hebt kunnen schaatsen op dat reis? Nou, op de sloot denk ik een paar jaartjes terug, maar hier is volgens mij wel 10 jaar terug. Oh, dus waren jullie het nog niet verleerd? Nee, ja, voor haar is het eerst. Ja, is voor jou het eerst? Ja. En wat vind je ervan? Leuk. Ja, en kun je het zelf een beetje? Ja. Ja? Heb je al veel geschaat vandaag? Ja, eigenlijk nog best wel veel. En konden jullie nog een beetje aan schaatsen komen in deze tijd? Want iedereen wil natuurlijk weer schaatsen, want de hele schaatshype is opgekomen dit jaar. Ja, we hadden een schuur vol schaatsen, oh, alle maat. Jullie hadden ze nog liggen? Ja. Dus niet het internet aan het bestrijden? Nee, gelukkig niet. Ja, jouw zijn wel... Ja, mijn is een tweedehand. Oh, oké, okay, dus dan kan het ook allemaal... Ja. Weer een maatje groter, dus dat... Ja, ze blijven maar groeien. Ja, inderdaad. Dit was alweer deze aflevering van Het Dorp In. Nou ja, alle Spakenburgers hebben toch wel een beetje winterpret als je het zo ziet. En er is genoeg man op het ijs hier vandaag. Dus ja, ik denk dat Spakenburg ontzettend geniet van dit lekkere winterweer. Ja, wij hebben er ook ontzettend van genoten. Dus ja, dit was het weer voor vandaag. En tot volgende week en bedankt voor het kijken.